Goedemorgen. Van harte welkom bij dit webinar waarbij we praten over het werken met ZZP'ers. Mijn naam is Maartje Jager en ik presenteer vandaag dit webinar. Bij mij aan tafel zitten nog twee gasten die zich straks even zullen voorstellen. Tijdens dit webinar is er de mogelijkheid om vragen te stellen via de chatfunctie en die komen bij mij binnen en zullen we zoveel mogelijk ook behandelen tijdens dit webinar. Heb je een heel individuele vraag, laat dan even je contactgegevens achter. Dan nemen we na dit webinar even contact op om hier verder op door te gaan. Graag wil ik ook nog even noemen dat onze webinars mede mogelijk worden gemaakt door een bijdrage van het Fonds Collend Arbeidsmarkt. En daardoor is het mogelijk om dit soort dingen kosteloos te doen. Bij mij aan tafel zitten Ingrid Blom en Diana Edeveld. Ingrid, zou jij jezelf even voor willen stellen? Ja, leuk om hier vandaag bij te mogen zijn. Ik ben themaspecialist arbeid bij Glastuinbouw Nederland. En heb daarbij de onderwerpen CAO, pensioen, arbeidsomstandigheden in portefeuille. Eigenlijk allerlei zaken, regels rondom arbeid. En we zien graag dat dat goed geregeld wordt. Ja, nou hartstikke fijn dat je er vandaag bij kan zijn. Diana, jij bent een beetje de verrassing van vandaag. Want eigenlijk zou Hans Koerst aan tafel zitten. Maar dat is veranderd. Nou, veel mensen zullen jou misschien wel kennen. Maar zou je toch even kort jezelf voor willen stellen? Ja, uiteraard. Mijn naam is Diana Edeveld. Sinds 1 maart ben ik werkzaam bij LTO Nederland. Als themaspecialist sociaal-economisch beleid. Mijn collega Hans weet ook heel veel van het dossier ZZP. Maar die zit vandaag bij de gesprekken die weer over het landbouwakkoord gevoerd gaan worden. Nou, hartstikke fijn dat jij je last minute aan kon schuiven hier vandaag. Ja, uiteraard. Ingrid, het verzoek om dit webinar te houden over dit onderwerp ZZP kwam eigenlijk bij jou vandaan. Zou je eens kunnen toelichten waarom je dit een belangrijk onderwerp vindt om wat over te vertellen? Ja, het is een onderwerp wat heel actueel is in de glastuinbouw. Wij hebben veel medewerkers die tijdelijk werken op flexibele contracten. En ZZP'er is er daar één van. Maar het is wel een hele bijzondere vorm waar ja, heel veel toch ook haken en ogen aan zitten. Dus wij denken dat het goed is om daar vandaag bij stil te staan. Ja. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Voordat we er dieper op ingaan, zal ik kort even toelichten wat nou de technische verschillen zijn tussen een ZZP'er en een reguliere werknemer. En dan gaan we daarna even daar wat dieper op in en ook op wat we de komende tijd ook verwachten qua politieke ontwikkelingen en op het gebied van wetgeving. En dat is met name waar Diana wat over zal vertellen. ZZP is geen officiële term eigenlijk. Dat ga je ook niet in het wetboek terugvinden. En het is voor opdrachtgevers vaak wel lastig om te beoordelen of iemand een ZZP'er is of eigenlijk een werknemer. Een ZZP'er, dat staat voor zelfstandig zonder personeel. En dat is dus eigenlijk iemand die zelfstandig voor eigen rekening en risico, noemen we dat, opdrachten uitvoert. Als de Belastingdienst komt controleren op je bedrijf, dan zal ook worden gekeken of ZZP'ers ook daadwerkelijk ZZP'ers zijn en er geen sprake is van een verkapt dienstverband. Er wordt dan gekeken naar die arbeidsrelatie en of die dan voldoet aan één of meer kenmerken die horen bij een dienstverband. En die zie je nu ook even op de sheet komen. En dat zijn er 3, die kun je ook in het burgerlijk wetboek terugvinden. Die kenmerken zijn dat er arbeid persoonlijk wordt uitgevoerd, dus door de werknemer zelf. Dat er sprake is van een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer. En die term gaan we later in het webinar ook nog even verder op in. En er is sprake van loon. De werknemer krijgt loon voor zijn werkzaamheden en een loonstrook. Nou, is één van die kenmerken aan de orde, of alle 3... dan is het dus eigenlijk geen sprake van een zelfstandige ondernemer, maar van een werknemer. En in dat geval zal de Belastingdienst dat dus ook aanmerken als een dienstbetrekking. En daarmee ben je dus ook inhoudingsplichtig voor de loonheffingen. En zul je dus te maken krijgen met correctieverplichtingen of naheffingen. Dus daarom, onder andere, is het ook heel belangrijk om helder te hebben als iemand bij jou aan de slag gaat als ZZP'er, of het dan ook echt een ZZP'er is. Ik zei al even onder andere, hè, want dit is even het stuk, het fiscale stuk. Maar het is eigenlijk wel breder, kunnen we dit aanvliegen. Het heeft ook wel heel veel raakvlakken met goed werkgeverschap. En dat, daar kom ik even bij jou in, Ingrid. Hoe vind jij dat ZZP en goed werkgeverschap zich tot elkaar verhouden? Ja, daar zit een stukje van de crux. Wat jij net vertelde is het technische verhaal. Het verschil tussen werken onder een arbeidsovereenkomst of werken in opdracht als een ZZP'er. Tegelijkertijd, op het moment dat het een werknemer is, zie je dat de werkgever ook een aantal zorgtaken overneemt. Dan wordt de werkgever degene die de belastingen afdraagt. Er worden sociale premies afgedragen. Maar daarmee ben je ook op een bepaalde manier verzekerd
over de lijn voor arbeidsongeschiktheid ziek worden. Ja. Dus als ZZP'er moet je deze zaken zelf regelen en moet je dus ook de afweging maken. Welke risico's wil ik afdekken of wil ik zelf dragen? Ja. En als het werk ook echt dat zelfstandige karakter heeft, dan past het ook dat je daar zelf de anderen keuzes bij maakt. Maar op het moment dat het werk, en dat zie je in de glastuinbouw, toch veel door de werkgever of door de opdrachtgever bepaald wordt, wanneer je moet werken, wat je moet doen, je krijgt instructie. Dan hoort bij die balans ook dat je niet alleen zo zwaar aanstuurt, maar ook nadrukkelijk de andere kant pakt. Ja. En die zorgtaken voor als een goed werkgever neemt. En daarbij speelt voor ons ook een belangrijke rol. Dat die werkrelatie niet gelijkwaardig is. Als werkgever ben jij de partij met de kennis, met meer informatie, met geld, met macht. In Nederland wordt via de arbeidsovereenkomst vervolgens een heel stuk ook weer bescherming richting die werknemers gelegd. En wij vinden het passen dat je goed kijkt naar de relatie en je de vraag stelt, wat past bij deze omstandigheden? Ja, precies. En ben je dan ook eigenlijk van mening dat er in onze sector, en dan specifiek in de glastuinbouw misschien ook, hè, waar jij wat meer je voelsprieten hebt, minder ZZP zou moeten zijn? Ja, ik denk dat het goed is om te kijken welke vorm van flexibele arbeid past. Want daar moet ook realistisch in zijn. In deze sector is heel veel tijdelijk werk. Ja. Daar zal ook tijdelijk werk bij zitten wat past binnen de signatuur van ZZP-schap. Ja. En dan zeg ik ook, overigens, dan kom je bij het volgende uit. Speelt dat? Zorg dan dat je de zaken goed geregeld hebt. Gebruik de juiste overeenkomst. Ja. Want dat is geen arbeidsovereenkomst, maar een overeenkomst van opdracht. Ja. Werkgeverslijn, daar zie je ook weer dat informatievoordeel of die ondersteuning. Heeft daar ook gewoon voorbeelden van. Ja. Dus regel het dan goed in. Maar stel je wel degelijk de vraag, is dit ZZP-werk? Of praten we hier eigenlijk van werknemers met een andere balans? Ja, precies. Ja. En waar zou je werkgevers voor willen waarschuwen? Ja, regel de arbeidsrelatie goed. Dus kijk goed of het inderdaad die ZZP'er is met een overeenkomst van opdracht. Of dat je hier spreekt in wezen van een verkapt dienstverband. Mm-hmm. En sluit dan een tijdelijke arbeidsovereenkomst af. Huur iemand in via een uitzendbureau. En ook nadrukkelijk waarschuwing in dit geval. Ga niet af op wat de werknemer zegt. De medewerker zal in een aantal gevallen aangeven, doe mij die ZZP'er, want het uurtarief van een ZZP'er brengt een ander inkomen en ook nadrukkelijk een hoger inkomen met zich mee dan het uurloon. Ja. Tegelijkertijd de risico's waar we het net over hadden, over dat tarief moet nog belasting worden afgedragen. Ja. Vervolgens moeten daar bij het uurloon worden ook premies afgedragen. Dus wil je voor arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn, dan zul je dat van dat uurtarief allemaal zelf moeten betalen. Ja, precies. En dan ziet datzelfde uurtarief er al veel minder gunstig uit. Ja. En denk je dat veel ZZP'ers die in onze sector werken, dat dus doen ook met oog op dat uurtarief, zeg maar. Want dat is een signaal wat we bij de werkgevers zijn ook wel eens horen. Van ja, die mensen willen graag zelf als ZZP'er bij ons aan de slag in plaats van als uitzendkracht of een rechtstreeks dienstverband. Denk je dat daar dan te weinig zicht is op dat stukje wat je net uitlegt? Ja, binnen onze sector werken natuurlijk heel veel mensen waar inkomen een heel zware rol speelt bij de keuze voor werken. En dan moeten we reëel zijn. Op dat moment zie je dat mensen de focus op de korte termijn, het inkomen in het nu leggen. Overigens, er zitten ook wel een stukje mogelijkheden. Hè? Als je kijkt naar piekarbeid, de groep die tot 8 weken komt werken, dan kennen wij bijvoorbeeld in het pensioen de piekregeling. Ja. Nou, daar ligt de mogelijkheid om in plaats van pensioenafdracht een stukje inkomen nu te kiezen. Ja. Daar zitten ook weer hele nauwe regels aan. Dus ik vind het wel aan werkgevers om die wegen te bewandelen. Goed te kijken, wat speelt hier aan wensen? En kunnen we dat op een bepaalde manier vormgeven? Maar de noodsprong, kiezen voor ZZP-schap, uurtarief en daarbij een heel stuk wat wij in deze samenleving de norm vinden. Toch ook zorgen voor zeg maar even inkomen, niet alleen uit werken. Mm-hmm. Dat mag, daar moet je werknemers of medewerkers voor behoeden. Ja, precies. Het mag geen noodsprong zijn voor meer inkomen nu. Nee,
Nee. En als ik even een aanvulling ook mag maken, dat uurtarief, dat geeft natuurlijk vaak ook wel een indicatie, ook wat jij ook heel mooi zegt. Als je werknemer bent, dan zijn er bepaalde zaken die zijn gewoon geregeld in je arbeidsovereenkomst, in je dienstverband, rechten die je hebt als je ziek wordt bijvoorbeeld. Of als het tijdelijk minder werk is. Ja. Als ZZP'er moet je dat allemaal zelf organiseren natuurlijk. Ja. En dat moet ook in je tarief verspijkerd zitten. Ja. Wil je daar ook gewoon een goed bestaansrecht op kunnen bouwen als ZZP'er? Dus soms hoor je ook tarieven van een ZZP'er die zo laag zijn. Ja, dan zijn ze eigenlijk te mooi om waar te zijn. Ja. En dan zeggen we vaak ook van dan is dat vaak ook gewoon zo. Want het bedrag moet gewoon niet te laag zijn. Wil de ZZP'er al die zaken die hij normaal gesproken via een dienstverband zou krijgen ook op een andere manier kunnen organiseren. Ja. En dan zit je vaak toch wel aan 2,5 keer een bruto loon van een werknemer. Ja, precies. Ja. Ook zo'n zaken zoals pensioen en wat jij ook zegt, hè, als er dan een poosje geen werk is, dat moet je dan ook allemaal maar kunnen opvangen. Ja, inderdaad. Met de inkomsten die je dan uit klussen haalt. Ja. Ingrid, je noemde zelf ook wel even, in onze sector is er natuurlijk heel veel behoefte aan flexibiliteit en is er gewoon heel vaak niet het jaar rond werk. Ik denk dat dat ook vaak een reden is om te kiezen voor ZZP-schap. Er zijn wel een heel aantal alternatieven ook. Je noemde piekarbeid al even. Welke andere opties heb je nog meer als werkgever? Ja, uiteindelijk zie je dat wij een hele groep overigens internationale medewerkers zoeken die voor een kortere periode in Nederland komen werken. Dus ook die groep is een stukje antwoord op de flexibiliteit. Het Nederlandse fenomeen van het uitzendbureau. Uh-huh. En uiteindelijk kijk je naar, en dan komen de lijntjes samen, het tijdelijk contract. Maar kijk naar bijvoorbeeld de website Seasonal Work, waarmee je ook de internationale medewerkers kunt werven op een verantwoorde manier. Ja. Om ze vervolgens zelf in dienst te nemen. Ja. Dus er zijn nadrukkelijk een aantal kanalen waarbij je de werknemers kunt vinden die behoefte hebben aan ook een stukje tijdelijke arbeid tussen haakjes in Nederland. Ja. En vervolgens waarbij je zegt, we waarborgen wel al die zaken die er rondom werken spelen. Ja, precies. Ja. Ik kijk ondertussen even, er zijn nog geen vragen gesteld. Dus bij deze ook de oproep, mocht je een vraag hebben bij het kijken, dan geef hem alsjeblieft door, dan kunnen we hem behandelen. Ik wil graag even terugkomen op de term gezagsverhouding. Hè. Dat is een van de kenmerken van een dienstbetrekking. En we hebben bij de werkgeverslijn wel gemerkt dat dat echt een heel ingewikkeld begrip is om te definiëren eigenlijk. Ingrid, hoe vind jij dat werkgevers hier naar moeten kijken? Ja, het lastige is, als je de uiterste pakt, dan is het volkomen helder. In het ene geval liggen de tijd waarop je moet werken, de plek waar je gaat werken, de instructie die je daarvoor krijgt vast. Dat zijn elementen van die gezagsverhouding. Ja. Een ZZP'er bepaalt zelf wanneer die werkt, waar die zijn werk uitvoert. Daar gaat het ook niet zozeer om het werk, maar er wordt een resultaat afgesproken. Ja. Hij kan voor dat resultaat ook anderen inschakelen. Ja. Want hij heeft een verplichting om dat resultaat te leveren. Ja. Terwijl in de arbeidsovereenkomst het werk zelf verricht wordt. Dus zo zitten er allemaal verschillen tussen. Tegelijkertijd weten we in de praktijk dat het een glijdende schaal is. Een ZZP'er die een project moet opleveren moet op enig moment toch in een vergadering zijn. Ja. Het werk zit in die uiterste, is het volkomen helder. Ja. Maar in de praktijk zie je dat zowel die ZZP'ers als de werknemers zich in een soort glijdende schaal tussen die twee uitersten bewegen. Ja, we hebben op een volgende sheet dat even op een rij gezet, de verschillen inderdaad tussen een werknemer en een ZZP'er. Maar daarbij merk je inderdaad ook wel, dan lijkt het heel duidelijk en zwart-wit, maar in de praktijk is het gewoon soms best wel een heel grijs gebied eigenlijk. Ja. Die gezagsverhouding, Diana, is dat ook iets waar jij nog wat meer duiding aan kan geven? Ik denk Ingrid heeft het ook goed uitgelegd inderdaad. Op zich de term gezagsverhouding, de uitersten zijn vaak wel duidelijk. En alles wat daartussenin zit is soms wat lastiger te definiëren. Ik denk dat dit ook een van de termen is die
voor ondernemers ook het meest lastig zijn. Van wanneer is er nou sprake van een gezagsverhouding? Want je wilt ja, eigenlijk in alle gevallen vaak wel een soort instructie geven, ook over een resultaat bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ja, hoe concreet is dat en hoe, op welke vlakken geef je al die instructies? Er is in ieder geval wel wetgeving ook in de maak op dit terrein. Die dat begrip gezag ook wat meer uit moet gaan werken. Dat gebeurt aan de hand van jurisprudentie. Dus alles wat er de afgelopen jaren zeg maar ook door rechters ook is bepaald op dit terrein, dat wordt daarin meegenomen. Ja. En er worden eigenlijk straks in het burgerlijk wetboek, wat jij ook aangaf, waar dit nu ook is vastgelegd, wordt geprobeerd om daar een nadere inkleuring te geven van die term gezagsverhouding. En een aantal elementen worden daar benoemd, tenminste dat is nu het plan, op basis waarvan je als ondernemer dat ook langs kan lopen en kan kijken van ja, dit is bij mij aan de orde of dit is bij mij niet aan de orde. Zodat je een wat betere inschatting kunt gaan maken van is er nou sprake van gezag, ja of nee? Ja, ja, want als we even inzoomen op die wetgeving, hè, we hadden vroeger natuurlijk de VAR, de Verklaring Arbeidsrelaties, ja. Tot 1 mei 2016. Toen is dat afgeschaft. Ja. Toen is de VAR vervangen door de wet DBA. Het is moeilijk woord, de regulering beoordeling arbeidsrelaties. Ja. Het was de bedoeling dat die wet een bepaalde duidelijkheid en daarmee rust ook zou geven rondom dit thema. Dat is eigenlijk niet in de praktijk, heeft dat niet zo uitgewerkt. Nee. Daarom wordt er ook gekeken naar vervanging. Daar zijn de afgelopen jaren wel wat ontwikkelingen in geweest, maar eigenlijk ligt het nu een beetje stil. Hè? Als je kijkt naar de afgelopen 2-3 jaar is er niet zoveel veranderd op dat vlak. Nee. Kan je wat vertellen over die ontwikkelingen in de afgelopen jaren rondom ZZP en zelfstandigheid? Ja. Je ziet wel een trend dat het aantal ZZP'ers de afgelopen jaren wel ook is toegenomen. Omdat mensen daar zelf bewust voor kiezen, omdat ze meer vrijheid willen hebben en echt willen ondernemen, zeg maar. En zelf meer willen bepalen wanneer en waar ze hun werk doen. Het heeft soms financiële redenen die we ook al aan de orde hebben gehad. Soms is het ook zo dat vanuit werkgevers dat gestimuleerd wordt, dat werknemers als ZZP'er moeten gaan werken. De overheid die vindt dat in ieder geval best wel een lastig onderwerp. Ook omdat, wat we ook al even benoemd hebben, heel veel ZZP'ers, maar er is gewoon een aanzienlijke groep ZZP'ers die zelf geen voorzieningen organiseert. Bijvoorbeeld in het kader van pensioen of in het kader van arbeidsongeschiktheid. Mm-hmm. Op het moment dat dat toch aan de orde is, doen zij vaak een beroep op het sociale stelsel. Dus waar alle werkenden in Nederland aan bijdragen. Ja. Dus bijvoorbeeld ook aan de bijstand. En dat legt gewoon best ook wel een financiële druk op dat systeem. Ja. Ja, en dat is ook een van de redenen waarom de overheid hier ook actief mee aan de slag wil. Omdat dat ook gewoon voor een ongewenste balans op de arbeidsmarkt zorgt. Ja. En dat is dus ook de reden dat bijvoorbeeld die wetgeving ook recent is aangekondigd. Ja, om die onbalans hopelijk daarmee ook wat te kunnen wegnemen in de toekomst. Ja, ja. Nou, die wetgeving gaan we straks ook nog even wat verder op in, wat dat precies zal inhouden. Met die wet DBA zijn ook modelovereenkomsten ontwikkeld. Dat is ook al een aantal jaar geleden. Ja. Wat zou jouw advies zijn als een ondernemer nu met een ZZP'er gaat werken? Wat moet hij dan regelen? Ja. Nou ja, die wet DBA die je aangaf, toen is eigenlijk de modelovereenkomst geïntroduceerd als een soort van, niet helemaal, maar als een soort van vervanger voor de VAR-verklaring. Mm-hmm. Om het even heel simpel te zeggen. LTO heeft voor de agrarische sector ook een modelovereenkomst afgesproken met de Belastingdienst. Dus dat is een goedgekeurde overeenkomst op basis waarvan je de afspraken die jij met een ZZP'er wil maken kunt vastleggen. Dus een opdrachtovereenkomst eigenlijk. In die opdrachtovereenkomst, daar zitten een aantal geel gearseerde elementen. Dat zijn de elementen die van belang zijn om aan te tonen dat het daadwerkelijk om een ZZP'er gaat. Dus die elementen moet je ook niet veranderen in die modelovereenkomst. Die moet je intact laten. Er zitten nog andere elementen in die overeenkomst over andere samenwerkingsafspraken. Nou, daarin heb je zeker wel vrijheid om daarin individuele afspraken zeg maar vast te leggen. Dus ons advies is ook nog zeker om met die modelovereenkomst te werken. Mm-hmm. Omdat het toch ook gewoon duidelijkheid kan geven over hoe jij werkt met elkaar. Ja. Maar daarbij is altijd de praktijk leidend. Dus je kan wel een modelovereenkomst maken, maar als je vervolgens niet aan de kenmerken voldoet die we ook eerder bespraken, dan is er alsnog geen sprake van een ZZP-overeenkomst. Ja. De overeenkomst moet wel aansluiten bij hoe je in de praktijk werkt met elkaar. Ja, ja, ja.
En daar is misschien ook even goed om op aan te vullen, dat is recent weer bovengekomen bij de maaltijdbezorgers, waar vanuit de opdrachtgeverschap werd gezegd, in de app geven wij dus de opdracht om een bepaalde pizza of maaltijd te bezorgen, maar waarvan de rechter heeft gezegd, nee, in de app zo de rit opleggen is een werkinstructie met een rooster. Ja, precies. En het zijn dus werknemers. Ja. Ja. Dus daar lag het op papier, zeg maar heel even correct vast. Ja. Ja. Maar daar zie je dat de rechter heel nadrukkelijk de praktijk weegt. Ja. En ook die verhouding in mijn ogen op dat moment meeneemt. Ja. Tussen deze toch heel veel jonge medewerkers. Ja. Nou, en de vraag hoeveel keuze heb je als maaltijdbezorger? Ja, ja, precies. Ja, precies. Ja. En dat heeft, denk ik, ook toen de DBA werd geïntroduceerd, is ook altijd wel duidelijk naar voren gebracht van ja, de praktijk is leidend. En dat is denk ik ook waarom die modelovereenkomst ook niet de uitkomst heeft geboden die misschien in het begin voor ogen is geweest. Nee. De praktijk is leidend, daar controleert de Belastingdienst ook op. We zien in de afgelopen jaren dat die controles heel minimaal geweest zijn. Maar er is door de overheid ook aangekondigd dat dat ook allemaal weer versterkt gaat worden, die controles. Ja. Dus nou ja, dat is ook belangrijk, denk ik, om hier ook even aan te geven voor de werkgevers die hier naar kijken. Het is misschien ook heel stil geweest de afgelopen jaren op dit terrein. Maar de overheid is wel degelijk van plan om dat allemaal weer echt wat te versterken. Ja. En om daar ook weer meer controles op uit te gaan voeren. Ja. Hey, en naast die modelovereenkomst die overigens op de website van de werkgeverslijn staat, en daar is ook een checklist bij gemaakt. Dus daar kun je ook uitleg vinden hoe je moet gebruiken. Dus dat is daar allemaal wel terug te vinden. Maar naast die modelovereenkomsten is er in de afgelopen jaren ook een pilot gedaan met een webmodule. Ja. Een vragenlijst die je kan invullen. Die staat op de website Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel. Zou je aanraden aan werkgevers om die te gebruiken? Dat kun je inderdaad gebruiken. Dat is ook een hulpmiddel. Dus ook geen niet iets wat juridisch uitsluitsel biedt, maar echt een hulpmiddel om te bepalen van is er sprake van een dienstbetrekking of is er sprake van zelfstandig ondernemerschap. Dat is een online webmodule dus, waar nu zo'n 40 vragen in staan. Als je die naar waarheid invult, dan zul je daarna een soort indicatie krijgen van is het een dienstbetrekking of niet. En dat kan jou dus helpen om te bepalen van doe ik het op de goede manier en klopt het op deze manier. Maar nogmaals, het biedt geen uitsluitsel, maar het kan wel zeker een indicatie geven. Ja, ja. Ja. En dat was een pilot, die webmodule. In welke fase zit dat nu? Die pilot op zich is afgerond. Dus daar heeft ook een evaluatie op plaatsgevonden. De webmodule is wel online blijven staan, dus je kunt hem nog wel ook gewoon steeds gebruiken. Uit die evaluatie is gekomen dat, ik gaf het net al aan, 40 vragen moet je invullen. Dus hij wordt niet als heel gebruiksvriendelijk ervaren. Voor de mensen die hem invullen en waar dus een indicatie uit komt, daar zien ze wel dat de foutmarge vrij klein is. En dat komt, denk ik, ook door die hoeveelheid vragen die je dus door moet worstelen. Als die een indicatie geeft, dan klopt die ook heel vaak wel. Maar als ik het even de cijfers helder heb, was bij ongeveer 70% komt er een indicatie uit. Maar bij 30% kan op basis van de ingevulde antwoorden geen indicatie worden gegeven. Dus er is ook gewoon een hele groep die vult die hele lijst in. Krijgt alsnog eigenlijk geen duidelijkheid. Nee. Ja, en dat is natuurlijk niet heel gebruiksvriendelijk. Nee. Er is nu gezegd van de pilot of de webmodule aan zich kan een goed hulpmiddel zijn. Maar eerst moet er aan de wetgeving gesleuteld worden. Dat moet verduidelijkt worden. Dat gaan we meenemen in de webmodule. Hopelijk kan hij dan ook iets korter als hij dan ook nog steeds een goed beeld geeft. En dan zou die wellicht in de toekomst ook gewoon wel weer daarvoor ingezet kunnen gaan worden. Ja, ja, ja. En ondertussen krijg ik hier een vraag binnen of het verplicht is om zo'n modelovereenkomst te gebruiken. Nee, het is niet verplicht. Maar het kan dus wel een indicatie geven. Is er sprake van een dienstbetrekking, ja of nee? Ja. Maar als een indicatie. Ja. Ja, dit soort modelovereenkomsten helpen je natuurlijk om de arbeidsrelatie goed vast te leggen. Ja. Datzelfde geldt, hè, arbeidsovereenkomsten. Dat is een andere vorm van vastleggen van de arbeidsrelatie. En het gaat erom om het op een goede manier te regelen. Zowel passend bij, de wensen werkgever, werknemer. Ja. Maar ook bij de wettelijke regels. Ja, en dan helpt vervolgens, als je je keuze hebt gemaakt, wat je dan wilt vastleggen. Ja, ja. Om ook met de modelovereenkomst dat
vast te leggen wat je boogt. Ja. Ja. En ook de verwachtingen misschien naar elkaar uit te spreken van hoe je erin staat. Ja. Ja. Ja, en ik zou ook zeker altijd adviseren om dat op papieren vast te leggen. Ja. Net zodat je met iedere werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst afsluit. Ook als je controle krijgt op je bedrijf. Hè, dan wil je wel ook kunnen laten zien op wat voor grond die persoon daar aan de slag is. En dat doe je bij je werknemers met een arbeidsovereenkomst. En bij uitzendkracht is een uitzendovereenkomst. Ik zou zeker voor een ZZP'er altijd een opdrachtovereenkomst maken. Ja. Ja. Dus samengevat, eigenlijk is ons advies: kijk eerst gewoon goed zelf naar hoe vul je de arbeidsrelatie in. En is het ZZP'er daar dan de beste oplossing voor? Gebruik die modelovereenkomst. Als je twijfelt, kan je de webmodule nog gebruiken. En blijf vooral in de praktijk ook zo werken zoals je hebt afgesproken. Ja, 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 helder. Dan wil ik graag nog even terugkomen op de wetgeving die in ontwikkeling is. Diana, jij bent daar wat meer ook op aangesloten vanuit LTO Nederland. Ja. Kan jij uitleggen wat we de komende periode kunnen verwachten op dit gebied? Ja, nou ja, we hebben eigenlijk al gaandeweg het webinar twee onderwerpen al bij de kop gehad. Dat is de handhaving wordt dus aangescherpt. Mm-hmm. Dat is wel iets wat mensen kunnen verwachten. En het andere is dat het begrip gezag dus verder wordt uitgewerkt in de wetgeving. Daar vinden nog gesprekken ook over plaats. Juist ook omdat dit zo'n ontzettend ingewikkeld onderwerp is. Ja. Dus ik kan daar nog niet echt een beeld van schetsen hoe dat eruit ziet. Omdat dat op dit moment nog uitgewerkt wordt. Ja. Een ander belangrijk element waar ook aan gewerkt wordt, en daar verwachten we wel al op wat kortere termijn ook een concept wetsvoorstel te kunnen zien. Dat is dat er gewerkt wordt aan, zoals ze dat noemen, het civielrechtelijk rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst. Mm-hmm. En dat is gekoppeld aan een uurtarief. Mm-hmm. Nou, als ik dat even in mijn eigen woorden moet uitleggen, dan wordt er een tariefgrens voor ZZP'ers ingezet. Als een werknemer, of sorry, een ZZP'er een lager tarief heeft dan dat tarief wat de overheid aan wil houden, dan kan de werknemer zich beroepen op een recht dat hij mogelijk een arbeidsovereenkomst heeft. Ja. Dus dat is ook echt om die groep te beschermen die Ingrid net ook noemde. Die toch misschien met beperkte kennis dan in zo'n ZZP-schap gaat beginnen. Mm-hmm. Vanuit de andere kant dat een werkgever een werknemer misschien daarin dwingt. Ja. En dat tarief gewoon te laag is. Waardoor die werknemer eigenlijk gewoon op basis van een arbeidsovereenkomst aan het werk is. Ja. Die werknemers hebben nu heel weinig rechten om daar dan toch hun recht te halen zeg maar, op dat terrein. En dat wordt straks vastgelegd in zo'n rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst. Ja, ja. En wat voor, want je noemt dan zo'n uurtarief als grens, zeg maar. Zijn daar ook al bedragen over bekend? Of waar moeten we dan aan denken? In de laatste Kamerbrief die de minister daarover gestuurd heeft aan de Kamer, daarin wordt 30 tot 35 euro genoemd. Maar dat is nog niet definitief besloten. Dat tarief, daar wordt ook nog over gesproken van hoe hoog moet dat zijn. Mm-hmm. Maar belangrijk daarbij is natuurlijk van wat neem je dan allemaal mee? Ja. Dus bijvoorbeeld die verzekering waar we het eerder over hadden, een pensioenvoorziening. Ja. Maar ook dat jij geen risico's hebt of dat je de risico's afdekt als je tijdelijk geen werk hebt. Ja. Bedrijfsmiddelen. Wat mag er dan allemaal wel en niet in dat basistarief zitten, zeg maar. Precies. En daar vinden dus ook nog gesprekken over plaats. Ja. Wat er allemaal wel en niet in moet zitten. En op wat voor bedrag we dan uit zouden moeten komen. Waarbij nu die 30, 35 een beetje een indicatie is. Ik verwacht dat het wel ongeveer op dat niveau zal zitten. Ja, precies. Ja. Ja. Maar dat zegt dus niet dat je nooit meer iets mag afspreken wat lager is dan het uurtarief. Alleen dan houden de ZZP'ers dus die rechten om zich te beroepen. Ja. Ja. Dat het toch een dienstverband is. Ja. En ik denk ook dat menig ondernemer prima weet dat de kosten voor arbeid veel meer zijn dan alleen maar de loonkosten. Ja. Ja. En dat is wat je ook hier nu in dat tarief terugziet. Ja. Dus ja. Dat als ondernemer denk ik dat je prima weet dat op het moment dat jij een werknemer betaalt, dan heb je veel meer dan alleen maar dat uurloon. Ja. Ja. Ja, exact. Dan betaal je het ook. Ja, en dat is denk ik wel wat snel even naast elkaar wordt gelegd. Hè? Dat bruto uurloon en dit tarief, daar zit dan een heel groot gat tussen. Maar inderdaad, als je al die kosten meeneemt. Ja. En ook de dingen als een loonstrook uitdraaien, dat soort dingen. Er zijn ook allemaal kosten aan verbonden natuurlijk. Ja. Als je dat allemaal meeneemt, dan lijkt het best wel redelijk. Ja, precies. Ja. Dat was dan de tweede. En dan nog een derde maatregel noemde je.
Ja. Dat is de laatste, zeg maar, die in dit pakket ook is aangekondigd. En dat is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Daar wil de overheid ook aan werken. Ook met wat ik eerder ook aangaf, dat een hele grote groep zelfstandigen dat op dit moment niet geregeld heeft. En als zij dan daarmee te maken krijgen, toch beroep doen op het sociale stelsel. Waar zij dan zelf geen bijdrage aan hebben gedaan. En dat wil de overheid dus oplossen met zo'n verplichte verzekering. Iedere ZZP'er zou dan een premie daarvoor moeten gaan afdragen. En als er dan sprake is van arbeidsongeschiktheid, dan zou de ZZP'er een uitkering kunnen krijgen via het UWV. Daar wordt nu aan gedacht. Daar zit wel een wachttijd ook op van een jaar. Maar dat zou voor alle ZZP'ers gaan gelden. Dus ook voor de agrarische ondernemers in onze sector. Die zouden ook onder die verplichtstelling moeten gaan vallen. En nu is wel zo dat de minister heeft aangegeven dat als een ondernemer een vergelijkbare voorziening heeft getroffen, dat hij dan uitgezonderd kan worden van die verzekering. Wat precies als vergelijkbare voorziening wordt bezien, daar vinden dus ook nog gesprekken over plaats. En LTO die pleit er ook voor dat in ieder geval de agrarische ondernemers, die ook heel vaak andersoortige voorzieningen hebben geregeld voor arbeidsongeschiktheid, juist ook omdat ze met planten en dieren werken en ze dat nu ook al, dat kun je niet een week of langer stilleggen. Ja. Dus daar is vaak al soortgelijke voorzieningen zijn daarvoor. Ja. Dus LTO wil ook kijken of agrarische ondernemers misschien uitgezonderd kunnen worden van die verplichting. Ja. Want dat is inderdaad ook een vraag die ik binnen zie komen, of dat dan ook geldt voor agrarische ondernemers. Maar dat is dus zoals het nu lijkt wel het geval. Ja. Mits je dus zelf andere voorzieningen getroffen hebt. En dat zal voor veel ondernemers wel zo het geval zijn. Ja, exact. En de minister die erkent onze positie wel. Het staat in de laatste Kamerbrief. Dus ook wel apart een passage over de agrarische sector. Zij wil nu nog niet overgaan tot een definitieve uitzondering. Maar zij biedt ons wel de mogelijkheid om ook de komende periode, ook in de gesprekken die daar nog over plaatsvinden, om wel te kijken of we dat toch kunnen realiseren. Dus daar is wel een kleine opening. Waar we vanuit LTO zijn natuurlijk ook druk meedoende zijn om daar gebruik van te maken en om zodoende die uitzondering hopelijk te kunnen realiseren. Ja. Nou, op zich heel duidelijk. En tegelijk ook nog wat open eindjes dus die nog verder uitgewerkt gaan worden de komende tijd. Dus daar verwacht ik dan ook nog wel communicatie over in de komende tijd. Heb je daar een termijn voor in gedachten, Diana? Wat kunnen we daarin verwachten? Nou, ik kan het niet van alles overzien. Wat ik net ook al aangaf, het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst, dat is iets waar nu ook echt momenteel aan gewerkt wordt, waar ik binnen een paar weken ook een concept wetsvoorstel van verwacht. Van de andere elementen die ik genoemd heb, heb ik nog niet zo heel concreet daar een indicatie van. De overheid geeft wel aan dat zij 2024 wel een aantal van deze nieuwe wetgeving in willen laten gaan. Maar we zijn natuurlijk allemaal afhankelijk van die gesprekken. Ja. En wat er dan daadwerkelijk meegenomen wordt in die wetsvoorstellen en wanneer dat dan gebeurt. Er zijn naast deze wetgeving is nog een heleboel andere wetgeving in de maak als het gaat om de arbeidsmarkt. Dus of dat allemaal tegelijkertijd gaat plaatsvinden, zodat het in 2024 kan ingaan, dat vraag ik me soms ook een beetje af. Als we kijken naar de verplichte verzekering voor zelfstandigen, dat zal zeker echt nog langer duren. Dus dan heb je het niet over 24. Daar wordt al zelfs over 2028 gesproken. Okay. Dus dat is echt lange baan. Ja, precies. Nou, ik denk dat veel van onze kijkers de nieuwsbrief van de werkgeverslijn volgen, waarin dat soort ontwikkelingen meegaan. En ook bijvoorbeeld Glastuinbouw Nederland pakt in haar communicatie de ontwikkelingen op. Ja, zeker. We blijven dit goed volgen en zullen ondernemers goed op de hoogte houden als er nieuws te melden is. Ja. Nou, dan komen we bij het eind. Er zijn geen vragen verder meer binnengekomen. Dus ik stel voor dat we dit webinar afronden. En wil ik jullie allebei echt heel erg bedanken dat jullie aan tafel konden zijn vandaag en mee konden praten over dit onderwerp. En voor de kijkers ook heel erg bedankt voor het kijken. Er volgt nog een kort evaluatieformulier. We vinden het heel fijn als je die even in wil vullen. En dan graag tot de volgende keer.